Het is een zakelijke keuze waar ik heel lang over na heb moeten denken en ook echt een paar keer over mijn hart heb moeten strijken om te zeggen, ga ik het wel doen of ga ik het niet doen. Maar bij deze, ik ga al mijn auto's verkopen. Hoe dan, zou je bijna afvragen. Ja, het is niet zo dat ik in geldnood zit of dat je denkt van ah, die Rick die gaat failliet. Want dat is niet waar. Maar het is wel zo dat ik hier in een heel groot pand zit en eigenlijk praktisch al vol staat. Dat ik weer zou moeten gaan verhuizen. Dus er moet wat roulatie in de tent komen. Dus op fabrieksnieuw.nl, je voelt hem al aankomen, is dus de enige plek in Nederland waar jij een oude, nieuwe auto kunt kopen. Zoals je in de folder stond. Ik heb de auto's allemaal privé ook nog eens een keer. De ene wat kort, de andere al heel lang. Dus het gaat ook wel een beetje met emotie gepaard. Maar ja, weet je, wat moet je dan? Hè? Moet ik dan weer gaan verhuizen? Nog een grote pand? Ik heb er geen zin in. En als er wat roulatie in komt, kunnen we wat nieuwe dingetjes kopen. Of eventueel heb je wel een mooie auto in te ruilen. En zo ja, wordt er ook wat vernieuwd. Dus dat is eigenlijk min of meer de achterliggende gedachte. Ik ben zelf niet zo'n goede verkoper. Ja, dus deze verkoop ik ook eigenlijk liever niet. Deze, die verkoop ik ook eigenlijk liever niet. Ja, verkoop ik ook liever niet. Wat moet je ermee? Dus kom ook vooral niet kijken. Wil ik eigenlijk ook niet verkopen. Die verkoop ik ook eigenlijk liever niet. Dus ik heb een verkoper aangenomen die dat voor me gaat doen. Die gaan we zo dadelijk ook introduceren. Ik zie hem erachter al staan. Hallo Pascal. Rick is een fantastische jongen, maar hij blinkt niet uit in geduld altijd. En dat is soms een beetje lastig. Laten we zeggen, hij is wat ongefilterd puur. Soms op momenten dat niet het beste is. Maar het is dus wel gaaf dat je hier niet alleen een auto als nieuw kunt laten maken, maar ook een oude nieuwe auto kunt kopen met een brug in de showroom. Dus elk detail wordt hier besproken. Dus ik heet je van harte welkom bij fabrieksnieuw.nl. Wij zijn elkaar altijd blijven volgen. Inmiddels bijna zo'n tien jaar geleden, ja. En ja, wij zijn ook min of meer vrienden. Maar inmiddels hebben we ook zakelijk zo een band dat hij dat voor zijn rekening gaat nemen. Ja. Maar bijvoorbeeld hier, een M3 met 8000 kilometer. Waar vind je dat nog in heel Europa? Nergens. En zeker niet in topasblauw. Een hele zeldzame kleur. De meeste exemplaren zijn in zilvergrijs uitgevoerd. Het titaanzilver. Titaanzilver inderdaad. Ja. Er zijn ook Phoenix-gele exemplaren. Zo werd die geïntroduceerd. In het Phoenix-gelb. Phoenix-gelb inderdaad. Ja. Op zijn Duits. Op zijn Duits. Is dan topasblauw. Maar het is natuurlijk wel een dingetje, want sommige auto's heb ik gewoon ook al bijna 10 jaar. Ik denk dat jij van sommige auto's best wel pijn in je hart kan krijgen als ze... Dat weet ik wel zeker. Als ze gaan. We hebben heel wat discussies erover gehad. Ja. Over welke wel, welke niet, de prijzen. Het is allemaal op zichzelf speciaal. Of het is de kilometerstand, of het is de staat, of het is de uitvoering, of allemaal. Alles is eigenlijk uniek in zijn eigen. Ja, juist. Eentje is dan niet te koop en die staat ook niet op internet en dat is natuurlijk mijn eigen auto, de 14 PFS 8. Ja, en zo'n auto moet je nooit meer wegdoen. Nee, maar dat is ook voor de verkoop natuurlijk geen drol waard en voor mij is hij... Voor jou veel te veel. Voor mij is hij veel te veel waard, dus dat gaat ook nooit goed komen. Maar ja, deze staat ook niet op internet. Ik dacht, laat ik eens iets voor mezelf kopen. Ja, maar dat was met alles wat hier binnen staat. Ik vind dit echt, als je toch dit... De kleur. ...op de stoep kunt de zetten. Kleur. En Ford is altijd goed met die uitlaatjes centreren. Ja, ja. Nou ja, nog unieker of eigenlijk ook een hot hatch. Staat ook op de site fabrieksnieuw.nl dus. De Nürburgring editie ook met maar 9000 kilometer. En één van de 835. Ja, want hij reed 8 minuten 35 op de Nürburgring. Juist. Dat is de achterliggende gedachte. Dus bij Opel dachten ze, laten we er eens 835 produceren. Ja. In Rüdelsheim, Rüdelsheim? Rüdelsheim inderdaad, in de OPC, Opel Performance Center. Ja, Opel Performance Center, OPC, in Rüdelsheim. Mijn Duits is bijna als Nederlands. Ja, maar jij, het is praktisch ook jouw moedertaal. Ik ben ook een halve Duitser inderdaad. Ja, dat kun je ook wel zien trouwens, ja. Ja, weet je wel, hè? Ja. Een beetje die gemene blik, toch? Een beetje die gemene blik.
Nou, dit is... Dit is de heilige graal van Ford, ja, eigenlijk. Maar dit is ook mijn eerste verzamelauto die ik kocht. Ja, deze weet ik ook nog heel goed, dat jij hiermee aankwam. Die hebben wij kocht samen in Luxemburg. Een rondje nog in gereden. En ik weet nog goed dat je heel de rit zei, Pascal, maar rijdt hij toch lekker, hè? Oh, en hoor die motor toch, hè? Dat was zo mooi. En ik zat met... Nou, de glimlach kwam bijna uit de zijramen naar buiten. Zat hij in die auto. Ja, dat was... Ik zal het nooit meer vergeten. Ja. En zo'n ding is natuurlijk ook wel echt een spektakel. Ja, dus deze verkoop ik ook eigenlijk liever niet. Nee, en dat snap ik. Dat snap ik. Dus kom ook vooral niet kijken. Nee, er is eigenlijk niks te koop. Nee, er is eigenlijk helemaal niks te koop. Dat komt... Alles komt te koop, maar hij wil het niet verkopen. Ja. Ik ken Rick eigenlijk, hè. De meeste mensen die houden van auto's, Ferrari, Alpina, auto's die ver boven een gemiddelde prijsklasse liggen, ver boven de 100.000 euro. En ik ken Rick als juist de liefhebber van bijvoorbeeld een Ford ST of een RS. Inderdaad, dat soort dingen. Eigenlijk de helden van de normale auto's. Juist, dat zo, ja. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, en dat ik vind ben ik dan mooi. Weer heel erg freak van Alpina. En ik kan me ook herinneren dat ik vroeger op school bijvoorbeeld presentaties gaf. Ja. Ja. R32, een icoon, staan er heel veel van te koop. Ja. Als je hier instapt, dan ruik je de band in Wolfsburg. Ja. Waar dat Volkswagen dit soort auto's destijds ook produceerde. En dat hij ruik is de juiste kleur. En hij is de juiste kleur. Nou, we hebben natuurlijk ook nog een Lamborghini. Daar rijden we zo nu en dan eens een keer mee. Ook heel gaaf natuurlijk in die matte. Ja, dit is heel speciale kleur. Dit is gewoon waanzinnig, maar ja. Maar het is, wat moet je ermee? Het is eigenlijk te nieuw voor jou misschien om echt... En het valt natuurlijk ook niet in de categorie zoals dat waar eigenlijk jouw echte hart ligt. Die heb ik ooit, Pascal. Ja, dat is ook een leuk verhaal. Ja. Die auto is ooit gekocht door Rick. Toen is die door mij verkocht. En toen zei Rick, ik ben er helemaal ziek van. Ja, ik was en dat heb ziek. Ik ongeveer 2 weken lang moeten horen. Ergens 1,5 jaar later volgens mij. Ja, heel veel later. Toen heb ik echt een jackpot moeten betalen. Ja. En leuk detail van deze auto, E36 M3 buitenspiegels. Ja, klopt. Weet bijna niemand. Ja. Maar er is wel een grappig detail dat Opel dus de buitenspiegels van BMW heeft gekocht. Ja. Ja. Hier hebben we ook ooit een leuk rondje ingereden, kan ik me nog herinneren. Ja, wat dan? Bij de snelweg op vanaf Engelen. Oh ja, ook weer zo'n rit dat jij invoegde en zei, Hij is toch waanzinnig, hè? Is die toch? Met de hand op het hart. Ja, met de hand op het hart. Ja, maar deze, die verkoop ik eigenlijk liever niet. Ruik maar. Dan ruik je het al. Ja. Echt nieuw. Ja, oké. Okay. Nieuw. Ja, juist. En niet ingerookt, hondenharen, McDonald's lucht, vette zooi overal. As naast de asbak, als er al een asbak in zou zitten. Ja, je ziet het allemaal. Ja. Soms zie je auto's 2 jaar oud, denk je, nou, had ook 22 jaar oud kunnen zijn. Ja, en dan hebben ze hier een groen stickertje. Nou, als je dat al hebt gezien, dan moet je er al vanaf blijven, want dan hebben ze ook andere dingen ermee gedaan. Ja. Verschrikkelijk is het. Ja. Het moet wat dat betreft, daar zijn wij ook heel erg hetzelfde in. Elk schroefje moet origineel zijn. Ja. ...8.000 kilometer. Ja. Die kochten wij ook samen. Die kochten heb jij wij, gevonden. Ja, klopt. Kochten wij samen. Nee, ja. Of ik heb hem gevonden. Jij hebt hem gevonden. Maar jij bent meegegaan. Ja, ik ben meegegaan. Ja. Want wij gingen daar naartoe. Ja. Heel de nacht Duitsland rijden. En toen kwamen we daar 's ochtends aan. Het was een echte Duitser. Echt een man die... Weinig woorden, maar wel een topauto hebben. Ja, en dan gingen we naar zo'n afgelegen stukje. En de garage. En die garage ging open. En je zag alleen maar de achterkant. En toen zagen we het al. Ja, en jij zag de uitlaat en zei, verschil, dit is hem. Dit is hem, ja. Alleen de uitlaat zag hij.
Ja. En die man, ja, dat was een typische Duitser inderdaad, die echt in detail die auto had verzorgd, dat hem eigenlijk voor zijn zoon. Zoon. Ja. Zijn zoon wilde hem niet hebben. En die wilde hem niet hebben. Daar was hij een beetje verbolgen over. Ja, en daarom had hij maar te koop gezet. Ja, en had hij ook zoiets, toen hij dan verkocht, had hij neem me mee, wegwezen. Zo was het een beetje. Ja. En dat was niet omdat hij ons niet mocht, maar omdat hij gewoon die auto, dat was een verhaal. Hij was niet zo vriendelijk ook. Nee. En die is trouwens ook heel goed, hè? Want dit is de laatste 3 liter motor. Ja, precies. Met een dubbele schuifdeur. En die kocht ik omdat hij alle opties heeft. En hij is dicht. Dat is jammer. Maar een dubbele deur, dit wordt gewoon niet meer gemaakt. Hier is ook een run op, hè? En je kunt hem ook in de marge kopen, volgens mij. Dus volgens mij is hij ook nog eens een keer BPM vrij. En dan heb je een dubbele cabine en een 6-cilinder en onder de 100.000 kilometer. En de achterbak is ook de foto's fabrieksnieuw.nl. Er staat ook een videootje van op. Ik heb trouwens ook van elke auto een videootje gemaakt. Dat heb ik de afgelopen half jaar ben ik daar mee bezig geweest. Hè? Dan heb je ook ingaat op details en allemaal dingen laten zien. Dat vind je ook allemaal op fabrieksnieuw.nl. Toch weer over Ford. Gaan we weer over Ford beginnen natuurlijk. Een RS MK2, heel zeldzaam, 9000 originele kilometers als nieuw. Ja. Hele dure auto. En een 5-cilinder. Dat is waarom deze ook mede zo duur en zo geliefd is. Ja. Het geluid van die 5-cilinder doet herinneren aan rallytijden. En de voorganger had een 4-cilinder, de opvolger had ook een 4-cilinder. Ja. Fantastische auto's, maar dat maakt deze wel uniek ten opzichte van de andere exemplaren. Ja. Wat hebben we nog meer? Een Escort RS Cosworth, een Opel Kadett GSI. Clio V6, ook een heel bijzonder verhaal. Ja, is ook helemaal nieuw. Een Golf 2 GTI. Die heb ik aangekocht, toen was hij al best mooi. Daar heb ik heel veel aan gedaan. Zelfs de BBS-velgen, compleet gerestaureerd, bumpers gespoten, uitgedeukt, gepolijst, gepoetst, een hele bodemrenovatie gedaan. Een RS6, ja, verkoop ik ook liever niet. Dat is natuurlijk, hele chique kleurstelling, hè? Dat is wel een vermelding waard. De RS6, de doktersuitvoering. Ja, zonder zwarte ramen, zonder zwarte details. Ja, nou ja, wat moeten we hier nog van zeggen? Dit is natuurlijk... De kleurstelling en dit dan de staat voor de leeftijd vind ik fantastisch. Extreem bijzonder. Dat wil ik eigenlijk ook niet verkopen. Ja, jullie horen het al, dames en heren. Ik wil eigenlijk niks verkopen, maar toch komt het te koop. Ja, maar ik ben blijkbaar niet zo'n goede auto verkopen. Dat is ook de reden dat ik hem... Rick is een fantastische jongen, maar hij blinkt niet uit in geduld altijd. En dat is soms een beetje lastig. Soms een beetje lastig. Dat, laten we zeggen, hij is wat ongefilterd puur. Soms op momenten dat niet het beste is. Ja, ik denk dat we het zo goed hebben omschreven. Dat is een mooie omschrijving, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Zo ken ik jou ook, zeg maar. Ja. Typisch iets van die tijd, hè? Hoe dat ook open gaat, hè? Hoe het open gaat. Maar hier kun je dus ook gewoon 3 pakjes sigaretten in wegroken. Ja. En dan nog valt het er niet uit. Dat hoorde bij die tijd. Tegenwoordig heb je niet eens een asbak meer en dan zit het allemaal... Is het optioneel? In de middenconsole of zo. Ja, is het optioneel. Ja.